We staan hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar in 1928 de Olympische Spelen werden gehouden. Nu zijn wij hier natuurlijk niet om te sporten of te spelen, want dat doen we niet, want we zijn gamers. We zijn hier voor Beijing 2008, de officiële game van de Olympische Spelen die in Beijing worden gehouden dit jaar. En we gaan kijken of dat leuk is. Can you feel it? Party people. So we take it up, take it down, jump around with the sound. We staan hier met Leontien van Moorsel, ex-wielrenster inmiddels. En hoe vaak heb jij meegedaan aan de Olympische Spelen? Drie keer. En wat is er zo bijzonder aan? Ja, het is het grootste sportevenement van de wereld. En ja, het is zo mooi om als sporter een keer de Olympische Spelen mee te maken. En je leeft twee weken samen met allemaal topsporters in een dorp, in een Olympisch dorp. Ja, dus er zijn zoveel mooie dingen aan de Olympische Spelen. Het is gewoon heel bijzonder om dat een keer mee te mogen maken. Oké, en heb je dat? Je hebt wel 4 gouden medailles gewonnen, geloof ik. Maar nog verder meer? Nog speciale ervaringen daarmee gemaakt? Waar ik heel erg trots op ben, is ik heb 4 keer goud gehad, 1 keer brons en 1 keer zilver. En waar ik trots op ben is mijn laatste Olympische Spelen. Toen begon ik met de wegwedstrijd. En daar viel ik. En toen heb ik toch mezelf weer herpakt. En 2 dagen later won ik Olympisch goud op de Olympische tijdrit. Dus dat is wel een moment wat je nooit meer vergeet. Ja, want jij deed baanwielrennen, geloof ik? Nee, ik deed alles. Je was allrounder? Ik was allrounder. Ik deed de weg, ik deed de baan. Tour de France? Tour de France heb ik ook gedaan, ja. Was dat niet heel speciaal? Dat was waarschijnlijk nog veel specialer, of niet? Nee, wat ik zeg... Tour de France gewonnen zelfs, geloof ik, hè? Of niet? Twee keer. Ja. Nee, ja, maar dat is al heel lang geleden. Ja, dat zijn ook leuke momenten. Ik heb heel veel mooie sportmomenten. Olympische Spelen is mooi, Tour de France is mooi. Werelduurrecord ben ik heel erg trots op. Dus ik heb zoveel mooie sportmomenten. Goed, ja, maar we zijn natuurlijk voor de game. Olympische Spelen, de officiële videogame. Heb je hem al gespeeld? Nee, ik heb hem nog niet gespeeld, maar ik heb hem vandaag meegekregen. En ik ga wel proberen sowieso de tijd te verbreken op je ploegenachtervolging. De snelste tijd is neergezet. Die is volgens mij 3.47. Dus ik ga voor 3.46. Oké, en ben je verder een gamer? Speel je wel eens een spelletje of eigenlijk bijna nooit? Is het meer met je zoontje of je dochtertje? Ik heb een dochter, maar die is nog te klein. Die is pas 1, dus die begrijpt er nog helemaal niks van. Maar we hebben wel het Wii-spel. En we hebben met de Oud en Nieuw hebben we wel ons heel erg vermaakt met het Wii-spel. Maar ik kon er niet zo heel veel van. Ik verloor alles. Maar vind je het wel leuk gamen? Is het iets wat je... Nu heb je waarschijnlijk veel vrije tijd. Of valt het wel mee? Nee, ik ben nu drukker als toen ik fietste. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk dat je wel helemaal met Wii-spel, dat je heel actief bezig bent. Ja. Weet je wel? En je hebt gelijk een hele relaxte sfeer. En je hebt ook echt het idee dat je iets aan het doen bent. En ik heb heel weinig geduld. En ik heb een beetje volgens mij ADHD. Dus dan is voor mij zo'n Wii-spel is voor mij wel een uitkomst, moet ik zeggen. Oké, dus jij houdt het lekker bij de Wii. Ik zag dat je net een Xbox-game kreeg, maar die ga je er niet voor aanschaffen. Val je door de mand? Ja, misschien in de toekomst. Oké, nou heel erg bedankt voor je interview in ieder geval. En veel plezier met het spel. Oké, we zitten hier met Johan van Sega. Johan, Beijing 2008, officiële game. Waarom is hij er nu al?
Omdat we vanuit het IOC verplicht zijn om het 6 weken van tevoren in de winkels te leggen. Zodat de media al op gang kan komen voor de start van de Olympische Spelen. Dat die hype al goed van start komt. Dus dat zie je ook in de media terug, maar ook in videogames. Oké, dus daarom. En wat voor sporten kunnen we allemaal doen? Er zijn 38 spelonderdelen. De vorige editie van Athene had er 24. Dus we hebben er alweer, 14 meer. Zo heb ik even snel gerekend. Maar onder andere judo, kajak, zwemmen, verschillende onderdelen, schoonspringen, sprinten natuurlijk, hoogspringen, polstokspringen. Ja, heel veel. En welke dingen missen er eigenlijk? Eigenlijk zijn dat de teamsporten. Dat is natuurlijk voetbal, hockey, volleybal. Maar dat is eigenlijk te lastig om dat in zo'n game goed weer te geven. Ja, precies. Dat is ook wel logisch. En bij Jin, je gebruikt waarschijnlijk niet de originele karakters, want dat is te korte tijd. Wat voor karakters zitten er wel in? Je kunt ze aanpassen, heb ik gehoord? Ja, je kan ze aanpassen inderdaad. En voor de rest zijn het gewoon de atleten die horen bij de verschillende onderdelen. Dus bij gewichtheffen zal je geen scharminkel zoals mezelf zien staan. Maar gewoon wat meer gespierd en bij de... Zoals ik. Ja, precies. Ja, nee, was me niet opgevallen, maar je hebt absoluut gelijk. Bij atletiek zal het meer mijn formaat zijn. Oké, en atletiek. Wat kunnen we met atletiek doen? Hoe zit het precies? Het spelconcept bestaat natuurlijk gedeeltelijk wederom uit button bashing. Ik zou eigenlijk ook niet weten hoe je de 100 meter sprint anders moet doen. Maar ik denk wel dat de ontwikkelaar geslaagd is om in deze versie van de Olympische Spelen wat meer variatie te doen. Dus je hebt ook meer de analoge sticks die je gebruikt om controle te houden. En wat meer timing met de verschillende knoppen die er zijn. En waarom komt u eigenlijk niet op de Wii? Nou, dat is eigenlijk bewust de keuze omdat we daar al Mario en Sonic hadden voor de DS en voor de Wii. En is voor gekozen om bij Beijing echt voor de graphics ook te gaan. Dus voor de kracht van de PC en de 360 en de PS3. Oké, de game is nu een paar dagen uit. Verkoopt hij al goed of valt het nog een beetje tegen? Nee, de verkoop is redelijk. Ook retail. Dus onze klanten als Bart Smeert die verwerkt op zijn tevreden. En we hebben natuurlijk een lange adem. Ik bedoel, de echte Olympische Spelen beginnen pas op 8 augustus. En dat loopt tot 24 augustus. Dus nee, dat lijkt absoluut erg goed te gaan. Ja, dus jullie verwachten er een hoop van? Ja. Het is inmiddels weer later op de dag. Ik heb mijn zonnebril opgedaan, want de zon die schijnt enorm hard. Dus het is... niet uithouden. Ik zit hier met Bas van XVN. Bas, wat hebben we gezien vandaag? We hebben vandaag Beijing 2008 kunnen zien, die al een tijdje natuurlijk in de winkels ligt. En Mario en Sonic, die natuurlijk ook al een tijdje in de winkels ligt. Dat zijn eigenlijk de twee games die wij hier op locatie hebben. Dus we waren hier eigenlijk vrij zinloos als ze allebei al in de winkel liggen. Volgens mij hebben we zelfs allebei de reviews al. Even checken. Ja, dat hebben we, volgens mij hebben we het eigenlijk ook al wel. Maar ja, het is toch wel leuk om bij zo'n evenement te zijn natuurlijk. Toch leuk dat jullie dit kunnen meemaken en misschien is het interessant om een keer het Olympisch Stadion te bekijken, want dat is wel heel mooi. We hebben samen het spel. Ik hoef niks aan te doen. Komt dat op de radio hoor, dit? Ja, maar dat is kinderen. Dat knipoog staat erop hoor, Roel.